Welkom bij het FNV-journaal van vrijdag 20 oktober. We zijn terug van een lange break tijdens de vakantie, maar vanaf nu kun je weer elke week op ons rekenen. Deze week in het journaal onder meer vastgelopen cao-onderhandelingen in de jeugdzorg en het rondje rondkomen en de mars tegen de armoede. Maar eerst de cao-onderhandelingen voor de woondiensten. Dat is de cao voor werknemers van woningcorporaties. Die zijn vastgelopen na 4 onderhandelingsrondes. Het eindbod van de werkgeversorganisatie, EDES, is onder de maat. Na overleg met onze kaderleden is besloten om het eindbod van de werkgevers niet voor te leggen aan de leden. Eerder hadden al ruim 9000 mensen via een petitie laten weten dat ze koopkrachtbehoud wilden. En daar is met het bod van de werkgevers geen sprake van. De 10% die geboden wordt is misleidend, want het loonbod is zo opgesteld dat het niet voor iedere werknemer geldt. Er worden de komende tijd maar liefst 12 informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij leden ook kunnen stemmen voor acties. De bijeenkomsten zijn zowel online als op locatie. En misschien ben je ons al tegengekomen in het land tijdens het rondje rondkomen. In het kader van de Internationale Dag van de Armoede, dat was dinsdag 17 oktober, besteden we namelijk extra aandacht aan de armoede in Nederland. Zo stonden we met de FNV-camper al in Dordrecht, Rotterdam, Oldenzaal en Leeuwarden. We spraken daar veel mensen, maar we merken ook dat mensen het nog steeds moeilijk vinden om hierover te praten. Terwijl het volgend jaar, als er vanuit Den Haag geen maatregelen worden genomen, inmiddels 1 miljoen mensen treft. Het zijn simpele dingen, zoals de verwarming aanzetten. Dus we zien ook alle bewoners die het niet breed hebben, kunnen gewoon de verwarming niet aanzetten. De boodschappen zijn vreselijk duur, dus je moet daarop bezuinigen. Als ik deze maand niet rond kan komen omdat mijn auto stuk is, kan ik de volgende maand en pas misschien bij de volgende kinderbijslag weer rondkomen. Dus... En de kinderbijslag is voor de kinderen, dus zo blijf ik doorgaan. Vandaag staan we nog in Amsterdam en Alkmaar en we sluiten de week af op 22 oktober. Dat is zondag, met de Mars tegen de Armoede in Rotterdam. Je kunt je daarvoor nog aanmelden via fnv.nl/armoedemars. Voor de werknemers in de houthandel komt er ook een landelijke stakingsdag aan op 24 oktober. Deze volgt op een reeks eerdere werkonderbrekingen in het hele land. Het overleg over een nieuwe cao is vastgelopen. De huidige cao liep op 31 maart af. En de dag daarna, woensdag 25 oktober, gaan studenten de straat op. Voor de tweede keer protesteren ze tegen de verhoging van de rente op hun studieschuld. Ze voelen zich behoorlijk in de steek gelaten door de politiek. Eerst al met het leenstelsel, waardoor ze zich flink in de schulden hebben moeten steken voor hun studie. En nu de verhoging van de rente op de studieschuld. Je kunt ze niet missen. Ze staan woensdag om 2 uur voor de Tweede Kamer in Den Haag. Het protest wordt georganiseerd door FNV Young United en de Landelijke Studentenvakbond. En bij Pipelife, de producent van kunststoffen in Enkhuizen, zijn acties voorlopig van de baan. Er werd sinds maart onderhandeld voor een nieuwe cao. En 2 keer eerder wezen leden van de FNV het eindbod van de werkgever af. Afgelopen woensdag verliep het ultimatum van de vakbond en inmiddels ligt er een verbeterd bod dat we ook positief aan onze leden gaan voorleggen. Bij Pipelife werken ongeveer 270 mensen. Gisteren, donderdag 19 oktober, werd er ook voor de tweede keer overlegd voor de cao-UMC. Die geldt voor ruim 87 werknemers die werken bij de universitaire ziekenhuizen. We houden je daar in ieder geval van op de hoogte. Dat was het weer. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Dan met mijn collega Peter Te Lintel-Hekkert.